Heeft u een vijand? Ongetwijfeld. Het niet waarderen dat wat ik zeg en doe, bijvoorbeeld met betrekking tot het thema van strijden voor een geweldloze wereld. Dus in dat opzicht denk ik dat ik wel vijand heb. Denkt u dat uw vijand uw beste leermeester is? Ik maak me geen zorgen om dat hebben van vijanden. Ik bedoel, ik heb zelf geen vijandige gevoelens naar anderen toe. Dus het maakt me niet zoveel uit. En inderdaad, ik vind het dus een reden. Dus zolang er gewelddadige gedragingen zijn, dat het zeer de moeite waard is om zichzelf dus af te vragen van wil ik dat of wil ik juist iets anders? En wil ik dus een geweldloze houding ontwikkelen? En die houding van anderen behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. En dan moet ik er natuurlijk aan werken. Ik moet dus ook vragen, wil ik behandeld worden? En die behandeling geef ik aan anderen. Ook al word ik niet altijd op diezelfde wijze zo terugbehandeld. Dus dat is dus de inspanning die ik wil doen. En op die manier dus geen vijanden. Mm.